Met man en macht wordt er deze week gewerkt aan de verschillende podia van Laundry Day. Zo'n 100 werkmannen zijn er nodig voor de laatste klussen. Alles loopt heel goed. We hebben een beetje tegenslag gehad met het weer de voorbije weken. Maar sinds gisteren is de zon weer op afspraak en het ziet er voor zaterdag ook weer heel goed uit. Dus alles loopt volgens schema. Alle structuren en tenten zijn opgebouwd. En we beginnen vandaag aan de techniek en decoratie, licht, geluid, video enzovoort. Laundry Day kiest elk jaar voor een nieuw thema. Deze keer is het thema revolutie. Geen oproep tot politiek protest, zo zeggen ze, maar wel om nog eens alle remmen los te gooien. Laundry Day 2014 staat in het thema van de revolutie. Dus alle stages bouwen ook in dat thema. De main stage wordt een groot keizerlijk paleis. De andere hebben ook een fantastisch decor. En heel wat verrassingen in petto natuurlijk. Maar naast verrassingen zijn er voor de 65.000 bezoekers ook heel wat oude bekenden. Wij hebben terug een heel leuke mix van internationale en nationale DJ's. Heel leuk gaat Cookies and Cream zijn, enige liveband bij ons op het festival. Wij verwachten ook weer Dimitri Vegas en Like Mike, die gaan echt het kot afbreken. Zaterdag om 12 uur opent Laundry Day de deuren en sluit het de zomer van 2014 in stijl af.